Sekou, een tijdje niet gesproken. Morgen weer terug in de basis tegen de Graafschap. Allereerst, hoe gaat het met je? Goed. Ik voel me goed. Natuurlijk was het even een dreun voor me na de terugkeer van de Afrika Cup. Maar dat is voetbal en ik heb het lekker goed opgepakt met iedereen hier. En ik voel me goed. Je kwam terug en Thomas Pol die deed het op dat moment goed op de linksback. Had je er wel enig begrip voor? Ik had er begrip voor, natuurlijk. De trainer heeft me dat gewoon van tevoren ook gewoon gezegd, heel netjes gezegd. En daar moet ik mee omgaan. En natuurlijk was het pijnlijk voor mij. Maar dat is voor mij gewoon alleen de taak om zo goed mogelijk te trainen. En dat was ook het geval. Je begon al even over die Afrika Cup. We hebben het na de tijd natuurlijk niet meer daarover gehad. Kun je nog even omschrijven hoe die tijd voor jou was? Ja, tof ervaring. Als je toch van de 5 wedstrijden 4 hebt gespeeld, terwijl je daar komt als tweede linksback, is het toch een verrassing voor mij. Dus het was gewoon echt een fantastische ervaring. Af en toe zelfs op de linksbuiten. Dat was ook een hele ervaring, denk ik. Ja, klopt. Dus je zag ook bij de aantal keren dat ik was ingevallen de laatste paar wedstrijden, dat ik ook weer op de linksbuitenpositie kwam. Dus toch wel even wat anders. Maar van genoten toch. Henk, morgen de bijzondere wedstrijd tegen de Graafschap. Voor jou bijzonder, maar Cambuur de Graafschap is altijd een clash, toch? Ja, voor mij kunnen de supporters ook goed met elkaar. Ja, voor mij is het weer op 10 kaarten na uitverkocht op dit moment. Ja, dat is mooi, hè? Maar dat moet ook, want we hebben hulp nodig, hè? Van onze supporters. En dat krijgen we. Vorige week tegen NEC zie je waar het toe leidt. Nou, op dit moment hebben we hulp nodig. En ook als het een wat moeilijker gaat, dwars door muren gaan voor de boys. Andersom proberen we dat ook. Nou, en dan draaien we dit wel weer om. Het valt op hoeveel energie je nog altijd hebt in een moeilijke fase ook. Waar haal je dat vandaan? Nou, maar ik wist al toen ik erin stapte. Ik heb ook wel eens met supporters gesproken voordat ik was. Ik zei, jongens, wel reëel zijn, want wij kunnen tot plaats 12. Ik zeg steeds 4 tot 8. Maar dat hopen je, en daar gaan we voor. Maar dat kan ook er net buiten. Maar ja, dat weet je niet. Maar dit wisten we allemaal van tevoren. Je gaat degraderen, dan gebeurt er wat. Nou, hier moeten we uitknokken. En dat moeten we met z'n allen doen. Het is een echt, ik zeg het vaker, deze jongens zijn net zo dierbaar aan de 3 kampioensteams. Alleen we zitten er nu even anders voor. En we moeten zien dat we het voor elkaar krijgen. En anders groeien we door. En we proberen spelers zo te laten groeien dat we ze kunnen verkopen. Nou, dan maak je ook een nieuwe start. En dan komt er ook wat vrij en dan kun je ook wat vernieuwen. Ja, maar we gaan dit seizoen ook nog punten pakken. We gaan prachtige wedstrijden spelen. We gaan ook nog wel eens verliezen. En zie je ook bepaalde dingen ontstaan binnen de groep? Want je hebt het ook heel vaak over de jeugd. En er komt ook wat jeugd aan, hè? Ja, nou, ik zie dingen ontstaan. Ook bespreking ook, hoe we dat doen en hoe we dan op veld. Ik probeer nu echt de jongens. Nou, zeg het maar. Hè. Ik heb natuurlijk wat we willen, maar zeg het. En dan gebeurt er in de bespreking mooie dingen. Op het veld zie ik mooie dingen. En moet eerst er wel uitkomen. Maar ik zie ook aan de andere kant. Hè. Kijk, de jonge gasten doen het fantastisch. En nu is Tony Jonker er weer bij. Hè, die is ziek geweest de hele maand januari eigenlijk. Is daarna een rode kaart gekregen. Afgelopen week zijn eerste competitiewedstrijd weer gespeeld. Ja, dat is echt een groot talent. Hij staat altijd op Noord daar. Dus ik heb ook tegen hem gezegd, denk erom, hè? Geen stadionverbod. Maar dat is een geweldige vent, man. Geweldige vent. En die kan goed voetballen. En dat merk ik ook aan de anderen. En als ik zie, gisteren deden we een oefening. Hoe Leon Bersma, hè, hij komt erbij. En hoe Leon Bersma dan met hem bezig is, met aanwijzingen. Ja, dat vind ik mooi. Dan geniet ik echt ook van de jongens. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer. En dus wil je jezelf ook laten zien. Dat kan morgen weer tegen de Graafschap. En de trainer zei, dit is misschien wel een uitgelezen wedstrijd voor Sekou Silla. Kun je dat begrijpen? Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Dus ik moet me natuurlijk weer gewoon laten zien. Ik heb een paar wedstrijden toch weer naast gezeten. Dus gewoon 100% geven voor het team, voor de fans natuurlijk. Zitten al niet in een hele goede flow. Dus ik hoop dat het morgen weer een stijgende lijn wordt. Heb je het vertrouwen dat jullie dat weer op kunnen pakken, die goede flow? Ja, zeker. Want ja, zoals je ziet, tegen grote teams die bovenaan staan, dan is het ineens, kunnen we ineens wel gewoon Cambuurvoetbal, weet je. Dus het is gewoon echt mogelijk. En ik hoop dat we gewoon dezelfde lijn gewoon kunnen doortrekken vanaf morgen naar de aankomende weken. Je bent de afgelopen weken aardig geleefd met het hoeveelheid wedstrijden. Hoe fijn is het dat je straks ook weer ergens naartoe kunt trainen? Nou, kijk, we hebben 6, 7 weken alleen maar dubbel gespeeld. Ja, dan kan je niet trainen. Wij hebben wel training nodig. Hoe voetballen we? Want als je dan op verdediging gaat richten, dan gaat het voetbal weg. Maar je hebt ook geen tijd om beide te doen. Dus
Ja, dat is ook niet positief. Tuurlijk zijn er geweldige wedstrijden, hè? Want dat was Hercules, dat was NAC, dat was wat hadden we meer? Vitesse, NEC. Hè? Dat zijn allemaal de dubbelen, geweldig. Hè? Dus dat moet ik volgend jaar ook weer doen. Maar onze ploeg heeft ook nodig dat we kunnen trainen. En, nou ja, dat is straks heel belangrijk en dan gaan we de zaak ook weer omdraaien. Een aantal wijzigingen richting de Graafschap. Remco Balk is natuurlijk weer terug van de schorsing. En Seko Silla staat op een linksback. Waarom? Balki, natuurlijk die katers worden overgevraagd. Nu is VI er weer. Snap ik. Is terecht. Hè? Die jongen heeft wel iets wat iets aparts is. En Mikey Brey valt weg met die hamstring. Hè? Dan zetten we gewoon hem er neer. Want dan snelheid vind ik belangrijk. Hè? Dat is voor een tegenstander ook vervelend. Nou, en op de linkerkant is, Thomas Paul doet het ook hartstikke goed. Ik zie nou Seko ook op de trainingen weer komen. En met zijn capaciteiten denken we dat hij morgen ook wel een goede waarde kan zijn. Nou, zo maak je wat keuze en dat is ook goed om dat te zien. Michael Brey, kun je daar iets over zeggen wat daar de inschatting van is? Nou, ik denk 4 tot 6 weken. Dat denk ik. Is het eerder, dan hebben we geluk. Ja, maar heel vervelend voor Mike. Ik denk gewoon als wij gewoon onszelf blijven, elkaar de mogelijkheden geven om simpel te kunnen voetballen. Dan hoop ik dat we morgen een hele goede resultaat kunnen neerzetten. En al vaker gezegd natuurlijk die ongekende steun hier in het stadion. Want ik had even gekeken, maar het is alweer nagenoeg uitverkocht. Ongelooflijk, toch? Ongelooflijk. Het is bizar. Ook al zitten we niet in een goede flow, zie je toch weer dat zij gewoon ons elke wedstrijd weer keer op keer steunen. Al was het vorige week tegen Jong PSV, een paar fans die mee waren gereisd. Dus dat is gewoon echt wel top en echte clubliefde. Ah, mooi club, mooi team. Het is voor ons ook gunstig hè, dat je tegen een goed voetballende ploeg speelt. Daar houden wij ook van. Nou, en met de steun van onze mensen dan gaan we weer een heel eind komen.